Er is te weinig ondersteuning vanuit de regering naar landbouwers die willen overstappen naar hydroponics. Dit concludeert landbouwer Dino Sam. We waren in het Kokosdistrict en namen een kijkje bij de landbouwer. Hydroponics is een manier van planten waarbij er geen aarde aan te pas komt. Er wordt slechts gebruik gemaakt van water en opgeloste mineralen. Sam geeft aan dat hij geïnteresseerd raakte in hydroponics door YouTube-films te bekijken. Hij heeft hulp gehad van Cedric van Samson, die hem de nodige informatie gaf. Sam zegt dat de hydroponics systeem niet goedkoop is, maar je moet het ervoor over hebben om te investeren als je vooruit wil komen. In hydroponics systeem, dat is een investering hoor. Je moet opslagtanken hebben voor regenwater. Je moet buizen hebben. Je moet materiaal hebben om die installatie te bouwen. Je moet iemand hebben. Je kan niet zomaar investeren. Je kan natuurlijk niet zomaar investeren. Je moet iemand hebben om je in dat ding te inspireren. Okay. Want je moet een goede training hebben. Uh-huh. Ik heb sowieso een beetje van meneer Van Samson gehad. Maar van de rest heb ik het zelf gepakt. Ja, op YouTube. Ik ben een beetje gaan googelen. Zodoende heb ik hydroponiek beter gekend. Maar op dit moment is hydroponiek helemaal in mijn hoofd. Dat is zeggen dat zou je ook, als de DC een beroep op je zou doen, dat ze een training willen verzorgen, dat je dat zou kunnen doen. Ik sta klaar voor alles. Want die is in je, mijn dikke boy. Ik sta klaar voor alles. Sam is de mening toegedaan dat de regering vooral de jongvolwassenen die hun eigen centjes willen verdienen, een duw in de rug moet geven. De kleine man kan geen lening nemen om zichzelf op te bouwen en dat kan niet, meent Sam. Wat er voor ons mee moet gebeuren, toch? Ik zeg niet dat de staat wat moet doen voor de landbouwers of voor de kleine ondernemers. Dat laat ik over aan hun. Maar voor ons is het te zwaar. Okay. Voor ons is het te zwaar. Wij als kleine ondernemers, wij moeten waarschijnlijk gewoon een lening moeten krijgen voor een zachte rente. Bijvoorbeeld een rente van een 5%, toch? Zodat we terug kunnen betalen. Maar als je rente te hoog is, ga je niet kunnen in dit ding. Ga je niet kunnen permitteren en nog terug kunnen betalen. Maar als je een zachte rente krijgt, gaat het zeker lukken. Naast hydroponics landbouw plant Sam ook nog steeds op de ouderwetse manier. Bepaalde gewassen gaan echter met seizoenen en dat hoeft met het hydroponics systeem helemaal niet. De Koroniaanse gemeenschap doet naast landbouw ook aan veeteelt en visserij en de verkoop van honing en kokosolie.